Het Polytechnisch College Suriname heeft van 24 tot en met 30 april een Agro Science Week georganiseerd. De week is vandaag afgesloten in het gebouw van het PTC aan de Slangenhoutstraat. Het doel was om de programma's van de College of Agriculture and Health van het PTC te promoten. Mirella Tijm, hoofdopleiding voor technologie, zegt dat bij deze Science Week jongeren tussen 13 en 25 jaar zijn gestimuleerd om vroeg hun studiekeuze te maken. Zo kunnen de deelnemers zich heel jong voorbereiden op het ondernemerschap. Wat de jongeren in de Science Week hebben geleerd is allemaal variërend. We hebben, wat we wel met die week wilden bereiken is in ieder geval dat ze met verschillende sectoren in die agrarische sector kennis wilden maken. En we hebben hen dus kennis laten maken met wat die sector zelf inhoudt. Hoe je dus kijkt naar producten. We hebben ze een stukje marketing geleerd. We hebben ze geleerd hoe zij met behulp van hydroponics en aquaponics zelf kunnen planten. We hebben ze geleerd hoe zij micro-organismen in voeding moeten onderzoeken. We hebben ze ook geleerd om producten zelf te maken. Ze hebben in deze week jam gemaakt, honeycombs, maar ook hebben ze geleerd hoe ze lollipops moeten maken. Dat was het allemaal zo'n beetje. En ze hebben natuurlijk ook geleerd dat stukje van de dieren natuurlijk. We hebben één dier uit het gelicht, zeg maar. En daar hebben ze helemaal geleerd hoe dat dier groeit. Het ging met name om kippen, zodat ze misschien ook zelf hun eigen kippenfarm kunnen gaan opzetten. Hoe de kippen dus groeien en hoe de verzorging gaat, de ziektes, etc. De doelgroep hebben we opengehouden qua achtergrond. Omdat wij willen dat die jongeren, ook al zijn ze nog op de MULO, zich alvast beginnen te oriënteren op een toekomstig studieprogramma. We willen als PTC dat jongeren heel vroeg al beginnen na te denken over welke studies ze zouden willen gaan volgen. Maar vanwege het didactisch onderdeel hebben we de leeftijd gehouden van 16 tot 20. Maar de doelgroep was gewoon, was eigenlijk iets vrijer. Dus het waren MULO-studenten die zich hebben aangemeld. Studenten van het NATIN die al op een agrarisch programma zaten. We hebben ook natuurlijk VWO, HAVO-studenten gehad die zich hebben ingeschreven. Tot zover Mirella Tijm, hoofdopleiding voor technologie van het PTC. Op de sluitingsdag vandaag zijn er drie winnaars gekozen van de Agro Science Week. Karen Binda, die de eerste prijs won, gaf aan dat hij veel kennis heeft opgedaan tijdens de Science Week. Als eerste wil ik de PTC namelijk bedanken voor om zo'n week te houden. Ik heb meer kennis en informatie mogen vergaren al die dagen die we aanwezig waren over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met de agricultuur overal. En verder hebben we geleerd te werken met hoe je moet planten, hoe je voedsel kan produceren, welke onderzoeken je moet plegen, de hygiëne. En verder hebben we ook een animal week, dag gehad, waarbij we te maken hebben gehad met de kip, onderdelen van de kip. Tot zover Karen Binda, winnaar van de Agro Science Week van het PTC. De week is gehouden van 24 tot en met 30 april in het PTC-gebouw de Saron.